de Nieuwe Weteringseweg ter hoogte van kilometerpaal 1.9 vond donderdag 6 april rond 16:45 een aanrijding plaats tussen een auto en een motor. Beide voertuigen kwamen vanuit Bilthoven en reden richting de A27 toen het erg druk was op de weg en er een file ontstond. De chauffeuse van de Mitsubishi wilde linksaf de ventweg oprijden, maar zag daarbij de achteroprijdende motor die de file voorbij reed niet aankomen. De motor kwam daarbij vol op het linkerportier, waarna de motorrijder over de motorkap in de berm aan de overzijde van de weg belandde. Het ambulancepersoneel heeft de chauffeurs gecheckt, maar ze waren beide met de schrik vrijgekomen. De motorrijder had nog wel pijn aan zijn been, maar kon even later met de opgeroepen sleepwagen mee richting huis.